Martin Strengers, die woont al 50 jaar met zijn vrouw Stien in de voormalige beheerderswoning op het terrein van de Hengeloze Watertoren. Strengers is de oud-chef machinist van het Hengeloze Waterbedrijf. Ze hebben de afgelopen weken hun verhaal gedaan voor de camera van Marlies Bosma. In september moet die film te zien zijn die het verhaal vertelt van het echtpaar Strengers en hun levenslange binding met die bijzondere Hengeloze plek. En filmmaker Marlies is bij ons. Goedemiddag. Hi. Hoe kom jij zo op het idee om een film te maken over dat echtpaar? Dat is begonnen omdat wij met Stichting in Wording, waarbij ik bestuurslid ben, zijn wij 3 jaar geleden, ja, mochten wij als het ware de watertoren beheren. Die stond leeg en ze wilden eigenlijk nog wel een soort bestemming voor vinden. Dus toen zijn wij als stichting daarin getrokken. We hebben verschillende evenementen georganiseerd. En toen leerden wat is dat dus voor ook, stichting? Stichting in Wording is een uit de hand gelopen gezelligheid, denk ik. Een groep vrienden die eigenlijk het culturele klimaat wat willen opfleuren, zeg maar, in Twente. En iets meer bekaart brengen. Vooral creatievelingen? Ja, vooral creatievelingen. Ja. Die watertoren, hè? Je woont zelf in Hengelo, toch? Ja, ik ben een Enschedeër. Ik ken hier de watertoren. Maar ik begrijp dat veel Hengeloers die plek helemaal niet goed kennen. Nee, dat klopt. We hebben wel eens als mensen dan langskomen, dat ze letterlijk voor het eerst komen en dan echt verbaasd zijn. En zeggen van, oh wauw, we wisten niet dat Hengelo deze plek had. Dus het is, ja. Ja, we hebben wat beelden nog van een reportage die we met de Stichting in Wording eerder ook hebben gemaakt. Ja. Nou, zie je hem hier een beetje hoe dat eruit ziet. Toch wel een hele bijzondere plek. Maar is dat ook de reden geweest dat je eigenlijk dacht van, misschien kende je die watertoren zelf helemaal niet voordat je er überhaupt inging met de stichting? Nee, guilty. Ik ken het eerst ook niet. Ja. En wij kwamen erin. En we leerden dus Martin en Stien Strengers kennen. Ja. En die kennen we inmiddels bijna 3 jaar. En in de weekenden kunnen we daar altijd een kopje koffie drinken. En er staat altijd koek op tafel. Want ze wonen daar nog steeds. Ze wonen daar nog steeds. Ja. Ja, en wij kwamen gaandeweg achter dat ze gewoon fantastisch mooie verhalen hebben over, niet alleen over hunzelf, maar ook echt over de watertoren. En toen hadden wij zoiets van, ja, eigenlijk moeten we dit wel vastleggen, nu het nog kan. Nou ja, vertel eens, want deze meneer hebben we het nou over, hè, Martin Strengers. Ja. Die daar dus in dat beheerderspandje naast de watertoren nog steeds woont. Ja. Hij ging overigens met pensioen, toch? Wanneer ging hij met pensioen? Al lang. Al heel lang? Ja, hij is halverwege de 80, dus die is al lang. Ja, hij is nu 85. Ja. Maar wat deed hij als beheerder? Hij was echt oud-chef machinist. Dus hij voorzag Hengelo en omstreken eigenlijk van water, letterlijk gezegd. Dus hij zorgde dat alle pompen bleven draaien, dat Hengelo voorzien was van voldoende water. Dus zoals wij nu gewend zijn dat we de kraan opendraaien en er komt water uit, dat gaat nu allemaal wat automatischer en makkelijker. Maar hij moest er vroeger echt samen met zijn collega's Op uit, ja. Want wordt die watertoren nu alleen nog voor die stichting gebruikt? Of zit daar nog iets van een link met water bij dat ding? Of helemaal niet meer? Ja, er zijn natuurlijk nog wel wat oude elementen. Maar zoals de oude dieselmotoren, die hebben ze er allemaal uitgehaald. Volgens mij is er zelfs eentje naar Vietnam gegaan, wat ik begreep. Wauw. En over het algemeen is het grootste gedeelte wel echt eruit gehaald. Ja. Ja. Hoe heb je hem eigenlijk leren kennen en zijn vrouw? Zeg maar, wat zijn dat voor mensen? Hartstikke vriendelijk. En wat we gelijk merkten is dat het contact heel goed was. Want wij zaten daar vrijwel elk weekend. Of als we een evenement hadden, een keer door de week. En dan kwamen ze altijd wel even buurten. En zodoende raakten we met elkaar in gesprek, leerden elkaar kennen. En werd het steeds gezelliger. En hebben we eigenlijk gewoon een hele leuke band met elkaar opgebouwd. Mm-hmm. Nou kan ik me voorstellen, als zij een video met jou maken, een film over hun werk, over die watertoren, dat ook nogal wat emotioneel kan zijn. En dat zeg ik ook omdat de watertoren tegen de vlakte gaat, toch? Gaat niet tegen de vlakte. Niet tegen de vlakte? Nee, gelukkig niet. Nee, het is een monumentaal pand, dus dat mag niet. Het is wel verkocht. Dat is ook de reden dat wij halverwege augustus eruit gaan. Maar het blijft wel bestaan. Oh, nou, ik had begrepen dat een deel van het complex in ieder geval gesloopt wordt. Ja, de ruimte eromheen, het gebied eromheen, dat wordt, daar wordt wel gebouwd. Ook voor, geldt het ook voor hun beheerdersgebouwtje? Zij blijven ook niet zitten. Dus zij kunnen gewoon blijven zitten zij waar ze zitten. Dat mag ook niet aangeraakt worden, dus dat blijft bestaan. Nou ja. Maar blijft ook de vaak wat, vind ik trouwens hier ook in Enschede, de vaak wat magische sfeer rondom zo'n terreintje. Blijft dat een beetje bestaan, denk je? Is dat hoop ik. Ik ben er wel een beetje sceptisch over, want ze gaan ook appartementen daar bouwen op het terrein zelf. Ja, en wat voor mij ook heel erg de watertoren maakt, is gewoon het hele gebied ook eromheen. Dus ik denk dat wel gaat veranderen. Ja, want het gebied eromheen, beschrijf dat eens als je wil. Wat het is gewoon een groot stuk groen land wat eromheen zit. Dus het is nog heel ruim. En het zit goed weggestopt. Dus heel veel mensen die hebben ook niet door dat er nog zo'n stuk grond bij zit. Ja.
En het is midden in een wijk, dus dat is wel weer bijzonder dat er dan nou, nog zo'n verborgen plekje is. Je bent zelf eigenlijk fotograaf, toch? Ja, klopt. En nu ging je een film maken met Martin en met zijn vrouw over die watertoren. Is het ook dat de watertoren filmisch gewoon heel erg trekt en die omgeving? Ja, absoluut. Het is een prachtig plaatje. Dus dat maakt het ook alleen maar mooier. Ja, wat is dat dan? Kun je dat proberen te beschrijven? Wat voor gevoel of wat trekt jou zo in het gebeuren? Ja, wat voor mij heel erg opviel, niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere mensen die komen, die hebben gelijk als eerste gezegd, oh, dit is heel onhengeloos. Dus het is niet echt, ja, het is gewoon een heel... Wat maakt het dan onhengeloos of is dat lastig te beschrijven? Ja, wat maakt het onhengeloos? Ja, ik denk toch een beetje de schoonheid van de ruimte. Ja, het klinkt lekker zweven. Ja. Ja. Nou ja, het klinkt vooral als een subtiele bash richting Hengelo. Ook dat, ook dat. Het is ook niet zo heel moeilijk. Ja. Nou, er staat genoteerd die. September komt die uit, denk ik, hè, de film? Ja. En waar kunnen we dan zien? We gaan eerst première doen in de achtertuin van de familie Strengers. Dus die krijgen de eerste viewing. En daarna gaan we eens even kijken hoe we het gaan uitbrengen en verspreiden. Want ja. We willen natuurlijk wel graag dat veel mensen het verhaal van meneer Strengers gaan zien en horen. Ja, lijkt ons ook super tof om er iets mee te doen. Dus als het zover is, dan om misschien meneer Strengers zelf wel in de studio te krijgen. Om eens te vertellen over dat werk. Want ik weet echt helemaal niks van watertorens. Ik kan jou dan haast uitleggen. Ja. Marlies, dankjewel dat je bij ons was. Ja,